Ik ben Jaap Bosma en wij staan hier in het mooie Waskemeer. Hier is een ploeg van 12 mensen van Allink bezig met kranen en graafwerk en handwerk en kabel. En die zijn ruim 4 weken bezig om heel Waskemeer van glasvezel te voorzien. Al deze glasvezels die zijn woning voor woning helemaal doorgetrokken tot het centrale locatie in Houdewijk. Daar wordt het signaal verdeeld bij ons. Dus in Houdewijk zit er iemand in onze technische ruimte, hè, in de kast waar al die glasvezels bij elkaar komen. En hier zit per woning zit iemand en die stuurt het signaal uit. En dan testen ze elke aansluiting of hij goed genoeg is, of er geen hiccup in zit. En als hij goed genoeg is, dan meldt de aannemer bij de provider van het glasvezel is gereed om in gebruik genomen te worden. En wij hebben bijna altijd de mogelijkheid dat je een gratis monteur krijgt als je het pakket geïnstalleerd wil hebben. Dus daarom maak je als bewoner een afspraak met de monteur. En dan met een paar dagen komt hij en sluit hij alles aan. En kun je gaan genieten van ja, echt fantastisch internet en mooi tv via glasvezel. Oké, en vandaag staan we dus hier. Wanneer kunnen deze mensen genieten van snel internet? Dat gaat nog wel een maand of twee duren, denk ik. Wij moeten eerst heel Waskemeer afmonteren. Je ziet hier het civiele werk. Dus voor een deel worden hier kant-en-klare glasvezels naar de gevel gebracht. Maar voor een deel zijn het ook nog buizen, hebben we net gezien. En die buizen moet nog glasvezel ingeblazen worden. Dat moet in de straat allemaal nog afgemonteerd worden. Dat moet in de kasten afgemonteerd worden. En dan zijn we wel een paar maanden verder voordat dat helemaal gereed is. Dus ik verwacht ergens einde Q1 volgend jaar dat iedereen in Waskemeer en werken aansluiten. Waarom is glasvezel zo snel? Omdat het data transporteert met de snelheid van het licht. En sneller kan niet. Hè. We krijgen wel eens de vraag, hè, komt er nog iets naar glasvezel? Ja, dat zal. Glasvezel is nu ruim 40 jaar oud. Het wordt overal gebruikt. Er is nog geen opvolger, maar er is ook geen medium om gegevens sneller dan het licht te transporteren. En wat we tegenwoordig op die haarden, hè, want een glasvezel is dunner dan een haar, op zo'n hele dunne glasvezel kunnen. Hè, voorheen werkten we met 1 kleur licht. En tegenwoordig werken we al met 40 kleuren licht tegelijk. Dus je kunt met 1 kleur licht met gemak 25 gigabyte aan datasnelheid halen. En dat dan 40 keer. Dus dat zijn onvoorstelbare snelheden waar we voorlopig helemaal nog geen gebruik van hoeven te maken. En dat maakt zo'n glasvezelnetwerk zo'n mooie toekomstbestendig.